Sorry voor toenet. Ik had even was bezig om te meten, maar mijn batterij was leeg. Natuurlijk, het is koud in de schuur. En de camera wordt af en toe ook door mijn dochters gebruikt voor hun YouTube-kanaal. Dat is mooi kloten. Nou, wat was ik aan het doen? Ik was het verschil in de cilinderkop aan het meten. Ik moet zeggen dat ik het nog nooit zo heb gezien. Maar er is hier wat aanwezig en we gaan experimenteel uitzoeken wat het is. Ik zei 0,1 mm. En ik heb hier hele dunne voelemaatjes. Die zijn echt verschrikkelijk dun. Dit is 0,03 voor de grijn. Dan gaan we eens even kijken of we die ertussen krijgen. Dat is echt dun hoor. Nou, ik heb het antwoord al. 0,03 past er al niet eens tussen. Tussen de afwijking. Dus zo krap zitten we al. Dus ik zie wel een afwijking. Maar die is zo weinig. Dat we dat eigenlijk... Ik kan volgens mij niet dunner dan dit. Voor mij is het absoluut de dunste waarde die ik hier heb. 0,15. Dit is de... Nee. Jeetje. Dit is de maat die ik wil meten. Dat is met kleppen stellen. 0,1 mm. En ik heb de dunste maat 0,02 gemeten. Misschien heb ik nog dunner. Kom eens. Hij moet hier in de buurt zitten. Nee, voor mij hebben we die dus niet. Of hij zit ergens aan vastgekleefd. Dan moet hij toch in de buurt zitten. Nee, ik denk dat ik hem niet heb. 0,2, 3, 4, 5, 6, 7. Met andere woorden, deze cilinderkop valt binnen de tolerantiemaat. Dus dat is verder geen probleem. Ja, 0,02. Dat is wel erg dun hoor. Dat is wel heel dun. Absoluut dunne maat. Zo. Zo, ook deze cilinderkop is klaar. Dan ga ik jullie straks meenemen naar het motorblok, want dat gaan we ook schoonmaken. Kijk gerust verder weer, meer filmpjes komen eraan. Tot zo, hoi hoi.